Het was een dag als geen ander in de mijn. De kinderen waren hard aan het werk in de diamantenmijn. Wat een vervelend werk zeg. We moeten heel Heerland werken voor die rijke mensen. We krijgen maar weinig betaald. Ik wil naar school. Ik krijg geen lucht meer. Ik wil het, naar huis. Ik hou het niet meer vol. Ik wil naar school gewoon leren door deze vieze werk. De stomme bazen. Ondertussen overleggen de bazen in een dure huis. Ze vinden dat er te weinig diamanten gevonden worden. Er wordt de laatste tijd meer diamanten gevonden. Ja, dat klopt. Vroeger waren we veel rijker. Ja, dat is waar. De bazen smeden een plan om de kinderen langer te laten werken. We kunnen ook meer tijd zetten, want eigenlijk is 10 uur best wel weinig voor zo weinig diamanten. Dus we moeten meer tijd erin zetten. Ja, we moeten veel strenger worden op de kinderen. Ze denken dat het een feestje is. Dus we maken er 12 uur van? Ja, precies. Het is 10 uur. Dat doen we niet meer. Dus nu, vanaf nu wordt het 12 uur. De perfecte tijd. Ja, een goed idee. Ja. De volgende dag in de mijn. We zijn klaar, we mogen naar huis. Eindelijk zeg. Hey, hallo, wil je naar boven? Hallo, kunnen jullie de lift naar ons sturen? Hallo, horen jullie ons? We moeten nu naar huis hoor. Het is al tijd. Hey! Hey, hallo, wil je naar boven? Hallo, horen jullie ons? Nee, jullie moeten nog doorwerken. Ja, jullie moeten nog 2 uur doorwerken. Wat? 2 uur extra werken? Dat is niet leuk. Dit pik ik helemaal niet. Ik wil naar huis, man. Ze zijn helemaal gek geworden. Daarom. Echt, kom, we gaan staken. Wij willen niet werken, wij willen niet werken. Dan blijven jullie lekker daar. Ja, jullie blijven daar totdat jullie verder gaan werken. De lift komt niet naar beneden totdat jullie gaan werken. Ze zijn echt gek geworden. Ik wil gewoon naar huis, man. Dit is niet meer normaal. Wat moeten we nou? We staan nu, maar we kunnen niet naar boven. Misschien wel nooit. Wat moeten we nu doen? We zitten hier alleen maar in deze mijn. Geen eten. Dit wordt onze graf. We hebben echt niks meer te doen en eten, drinken, niks meer. De kinderen in de mijn zijn hopeloos. Toch is er hulp op komst. Ah! Hoi. Wie zijn jullie nou? Wie zijn jullie? Wij zijn de Dracula voor. Wij wonen hier in deze grot. En wij komen jullie helpen. Kom maar mee. Maar wat doen we nu hier eigenlijk? Wij hebben diamanten voor jullie. Deze zijn allemaal voor jullie. Wow, maar waarom geven jullie dit eigenlijk aan ons? Wij hebben een goed leven, jullie niet. Zo, dank u wel. Nu kunnen we onze familie bevrijden. En een nieuw leven beginnen. Wij hebben een geheime uitgang. Echt waar? Is er een geheime uitgang? Yep. Ja. Kom, gauw. Ik laat jullie gauw de uitgang laten. De kinderen waren voor het eerst in hun leven vrij. We hebben veel diamanten, zeg. Nu kunnen we een nieuw leven beginnen.